wel heerlijk wakker worden zo. Een hele goede morgen. Ik ben net 2 seconden wakker. Ja. Lapskeetjes. Oh. Oh. Dit is lekker wakker worden. Twiddel, twiddel, twiddel. Ik had echt serieus mijn pakieten mee moeten nemen. Ja, heerlijk gezellig meezingen. Wil je ook yoghurt? Ik wil ook yoghurt. Dit is wel een heel ander verhaal dan gisteren. Maar goedemorgen, het is vandaag maandag 25 mei. 25 mei. Ik ben nog steeds roze. Ik mag deze trui niet meer aan van Anouk. Het is te roze. Het is te roze. Maar Anouk gaat misschien ook een plukje roze nemen. Ik heb het erover gehaald. Nee. Ze kwam er zelf op. Maar goed, het is maandag dus. En we zijn nog maar net een half uurtje wakker. Dus lekker even ontbijten in het zonnetje. En dan gaan we weer even lekker een workoutje doen. En daarna gaan we zwemmen. En heel misschien nog even lekker varen met het bootje. Als de oma van Anouk zin heeft om te varen, dan gaan we gezellig mee. En we moeten deze tentenkamp weer helaas opbouwen. Want ja, morgen moet ik gewoon weer werken. Morgen moet ik weer oppassen in Moordrecht. Dus ja, gaat ook gewoon weer door, hè. Ik heb vandaag lekker vrij kunnen krijgen, dus dat was wel fijn. Dat kunnen we vandaag nog even van de zon genieten. Dus dat is wel fijn. Als je nou slim bent, Anouk? Ja. Oh, het valt mee. Okay. Hij is niet nat. Ik denk, anders leg je hem even in de zon nu. Ja. We gaan ontbijten met Alpro. Alpro toetjes. Dat heb ik nog nooit gedaan. Ontbijten met Alpro toetjes. Leuk, ik werk wel in de ochtend een beetje. Ja, maak ik daar hoe ik het doe. Ik heb ook zo. Ik zie jou nog. Leg maar als je klaar bent. Nou, dit gaat sowieso niet fijn worden, maar ja, sta maar. Ja. Dat waren 3 seconden. Nee, veel meer. Oh, ja, het gaat sneller dan wat je denkt. Mijn doel is gewoon 10. Dit is zwaar. 43 was het, toch? Ja. Ja. Word je precies 43 of word je langer? 44. Stop. Oh. Die stenen geven niet mee. Moeten we even zoiets bij de camping-eigenaar indienen? Die stenen geven niet mee. Thank you.
zo lekker dat geluid. Hey, een boot. En die heeft voorrang. Yep. Je moet links en rechts kijken. Hij eet hem zelf op. Ja, die schuif ik er ook gewoon zo in. Hup. Ja, elastiek, dat gaat altijd moeilijk. Die knoopjes gaan. Ja, die gaan er heel moeilijk uit. Maar ik denk dat ik al weet welke. Oké. Ik ga even binnen kijken of er zo'n elastiek zit. Mooi, je hebt alles dichtgeritst. Ja. Oh ja, voordat jij zei dat ik ging naar binnen moet. Ja, ik zie hem al, denk ik. Hier gaat hij ook de vier kant op. Ik heb hem bijna die blauwe los. Ja, die is los. Ik kan hem best eraf. Ja, hij is eraf. Even alles raampjes dicht. Nou, we hebben de boottocht erop zitten. En nu het leukste. De tent opruimen. De tent opruimen. Ja, deze zit dan los. Nou, deze nog. Je moet het raampje hier zo, denk ik, nog even open doen. Maar dat weet ik niet zeker. Want dat kan alleen niet. Ja, ik haal alleen het knopje los. Doe dit hem niet los. Of vast bedoel ik. Lekker knopje in. Want dit is één. Ja, dit zijn die clips die ik nu heb gezien binnen. Ja, die zitten. Maar deze, dat zit toch binnenin, lijkt mij. En dan achterin de tent. Ja. Ja, deze tent. Ik ga niet achter en naar buiten. Ik zal even kijken, blijf jij binnen? Nee. Het is alleen een raam. Ik heb hier aan de. Oh, ik heb die clips al. Hier, die zitten hier. Oh. Nou, die moet je dus naar voren trekken. Oh ja, kijk, dan gaat hij een draai maken. Oh, nou ben ik er. Dan moet je er zelf nog proberen uit. Ja, joh, dit is hem gewoon. Oké, nummer 2 is alles bij elkaar knopen. Maar waar moet ik deze clip dan. Oh, deze moet hier zo. Aan deze kant.
Maar dit is geen veel makkelijke dag, dacht. Nee, deze gaat even los. Ja. Nu we weten hoe makkelijk ja, het is. Ja, we weten nu hoe het moet. Het is hier wel goed nat trouwens, op dit weekend. Oh, we moeten merken dat het droog genoeg. Ja, de onderkant, maar dan kan je hem wel op zich vastklikken. Oh, maar dan kan je niet meer bij die kliks. Nee. Dus dan was die open toen we hem... Ik denk het. Ik weet het niet meer. Dat moet wel, want anders kan je er niet bij. Denk ik. Dat is voorzichtig. Maar ja, we hebben de draai gevonden, dus het is veel makkelijker dan gedacht. Oh, dit is een luchtgat, dus dat kan dicht. Zo, ja, het is altijd wel echt een chaos met het inpakken, maar het gaat wel vrij snel. En daar hebben we echt mazzel mee. En we deden eerst die tent, omdat werd verteld dat het echt heel moeilijk was. Was het niet. Hij is nu even aan het drogen, de onderkant. En dat moeten we ook met deze doen, dus daarom moeten we ook deze helemaal nu al gaan uitrijmen en gaan losmaken, de haringen. Want anders is het niet op tijd droog, want we moeten echt vandaag weg. Ja. Het is een beetje een chaos, maar uiteindelijk lukt het allemaal. Wij gaan nou toch die crackers hier zo. Ja. En na al het opruimen gaan we even lekker een duik nemen. Ik heb de crackers nou al even hier gezet. Want de zon gaat steeds meer branden. Ja, ja, ja. Ja, het is echt een lekkere sauna in die tent. Even zo. Daar kom ik! Oh, die zit vast. Oh, ja. Waar heb je nog andere dingen? Ja, broeken. Oké. Zo, en toen waren we weer thuis. Ja, toen waren we ineens weer thuis. Het is inmiddels... De papieten zijn weer blij dat ik er weer ben, trouwens. Ja. Het is inmiddels 6:00. Geweest zelfs. En we zijn weer lekker thuis. We hebben een heerlijke route gefietst op de terugweg. Tussen de weilanden en de boerderijtjes en alles. Het was echt super leuk. En nu zijn we thuis en moet ik echt even deze tas gaan uitpakken meteen. Meestal laat ik het wel een dagje staan even, maar ik moet het nu echt meteen uitpakken en opruimen, want anders weet ik het wel. Want ik heb gewoon een ontzettend drukke week weer, dus als ik het nu niet doe, dan staat het volgende week ergens nog. Dus dat heeft geen zin. En ik moet even stofzuigen, zie ik. Tja, heeft iemand trouwens wel voor mijn vogels gezorgd. Maar ja, dus het is zo lekker in de rij. Dus ik moet ook even stofzuigen. En Maxi. En Lizzie. Doe niet zo gemeen. Doe niet zo gemeen. Dus ja, dat ga ik nu allemaal even doen. En verder hebben we, ja, na het tent opruimen hebben we gewoon heerlijk even...
van de zoomgenoot. We hebben even nog gezwommen in de plas waar we ook hebben gevaren. Daarna zijn we heerlijk in de zon gaan liggen en hebben we vrijwel niks gedaan. Dus het was lekker. Het was echt lekker. En dan morgen weer lekker oppassen en morgen ga ik weer mijn haar verven. Ik ben heel benieuwd. Morgen gaat het helemaal roze. Vanavond ga ik het voor het eerst weer wassen. En dan wordt het iets lichter als het goed is. En ik ga even kijken of dat mooi licht wordt. Want anders heb ik zoiets en laat ik het inderdaad wel mooi helemaal verven. Geheel gewoon. En dan was ik het gewoon. En dan vind ik het misschien mooier. Want ik vind dit wel heel heftig hoor. Als dat helemaal zo wordt. Ik denk dat ik dat net te heftig vind. Dus dan moet ik het gewoon even wassen als het geverfd is. Gaat helemaal goed komen. En jullie gaan het vanzelf zien in de volgende vlog. En deze vlogs alsnog, die zijn inderdaad wel wat later online gekomen. Omdat we dus gewoon een lekkere mini vakantie hebben gehad. Dus deze komen gewoon een paar dagen later online. Dus dan zal het inmiddels ergens door de week zijn. Maar goed, mochten jullie deze vlog heel erg leuk vinden. Doe dan zeker een blauw duimpje omhoog en laat het lekker weten. Laat lekker de nieuws weten en zo. En ik zie jullie gewoon weer in de volgende vlog. Doei!